Melle 2 in overwinning op Emmen. Poetst denk ik de bekernederlaag van woensdag niet weg. Maar geeft toch wel weer een fijn gevoel. Uh, precies hoe je het zegt denk ik. Het uh, ja, de bekerwedstrijd was gewoon natuurlijk heel zuur. Uh, maar we moesten door. We wisten dat we vandaag een wedstrijd hadden. En het enige ding wat we konden doen is winnen. En dat hebben we gelukkig gedaan. Maar hoe bereid je je dan voor op deze wedstrijd? Ja, Je probeert zo goed mogelijk te voorbereiden. Net als elke wedstrijd eigenlijk. Uh, ja, het is, het is wel lastig om, om die wedstrijd van woensdag dan los te laten. Alleen, dat moet je doen. Je moet ook relativeren. En uh, net als ik zeg, je moet gewoon door. Uh, het, ja, het is wel lastig, want natuurlijk, je zit in, in, in die dip van die woensdag. Maar net als ik zeg, dan moet je gewoon zo goed mogelijk loslaten en weten dat al je focus gewoon op deze wedstrijd moet. Ja, dan begint het duel niet zo heel stevig voor Vitesse, want de bal gaat erin, wordt afgekeurd. Wat denk je dan, wat zeg je dan tegen elkaar? Ja, dat, dat, dat is ook wel moeilijk. Natuurlijk ook na die wedstrijd van woensdag, daar heb je eigenlijk niet nodig. Alleen gelukkig was hij bij het spel, want volgens mij gingen ging de fans ook nog meer achter ons staan. Want dan draait ook de wedstrijd weer dan krijg je weer een extra boost omdat hij niet erin gaat. Uh, maar gelukkig, ja, ik denk dat het uh, ja, een grotere berg was geweest als hij wel tegen was. En alleen, hij was zo goed dat hij wel nog de hele wedstrijd had. Maar soms heb je die geluk ook nodig dat hij wel net buitenspel staat en dan uh, draai de wedstrijd om. Ja, daarna lijkt het wel alsof jullie wat makkelijker gaan voetballen. Ja, dat denk ik ook wel. Ik denk ook dat we bijna de 2-0. We raken de paal echt 1 of 2 minuten nadat, nadat we die eerste goal maken. En dat is, dat is helemaal fijn geweest. Dan zit je sowieso lekker in die wedstrijd. Uh, en die tweede goal net voor Rust is, is, is gewoon perfect. Dan ga je de kleedkamer in met een nog grotere voorsprong. Alleen dan zie je in die tweede helft dat je uiteindelijk wel die 3-0 moet maken. Want uh, als ze één goal krijgen, ja, dan kan het weer knijpen worden. Dus je ziet ook dat we wel die, die laatste puntjes op de i moeten zetten. Als we wel voor de goal komen, als we wel die kans hebben voor 3-1 en 4-1. Ja, en dan gaat het toch nog bijna mis. Hè. Die 2-1 valt en daar put Emmer dan weer vertrouwen uit. Klopt, maar het is een keertje fijn om te horen dat het bijna misging. Dat het niet misging. Want uh, nee, zulke wedstrijden zijn dan het, het, het lekkerste als je wel die punten over de streep kan trekken. En dat, dit, dit moet dus alleen uh, een, een boost geven. Met wat voor gevoel kijk je nou terug op deze week? Uh, ja, dubbel. Ik denk overal wel goed, want je wint gewoon twee competitiewedstrijden. Uh, want daar, daar, Dat was wel het eerste wat we niet, wat we niet goed deden. En uh, die bekerwedstrijden, ja, dat is gewoon een bump in the road die gewoon niet goed voor ons is. Want het had gewoon een week kunnen zijn waar je drie wedstrijden in, in een week wint. En dan, dan krijg je nog meer uh, vertrouwen. Alleen, ik denk dat we wel met een goed gevoel over de laatste week moeten kijken, want we, we hebben nu twee wedstrijden op een rij gewonnen in de competitie.